Hello, my name is Joe and welcome bij de Ubisoft walkthrough van de Trials Fusion Awesome Max Edition die sinds kort uit is met het laatste DLC pakket inbegrepen, Awesome Level Max. Jullie kennen wel waarschijnlijk de onthullingstrailers van op E3 dit jaar, van E3 2015, met die eenhoorn en die kat daarop, gewoon over de top stuff, past perfect binnen het plaatje van Trials Fusion. En ik stel voor dat we daarom ook gewoon direct de game induiken. Jullie kennen Trials Fusion natuurlijk wel al, het spel is al ruime tijd uit. Er zijn een aantal DLC packs uitgekomen, die zijn allemaal dus nu ook hier beschikbaar in die grote editie. En ja, die hier draait het dus nu natuurlijk uiteindelijk rond, hè, die Awesome Adventure. Dus ik stel voor dat we daar induiken en meteen ook gewoon beginnen aan onze gekke trip. Wat gaan we kiezen? We zullen deze pakken bijvoorbeeld. Hier mogen we al met de eenhoorn spelen. De eenhoorn is ook alleen maar beschikbaar, voor zover ik weet, in die DLC pack. Niet beschikbaar in de andere delen van de career mode. En ook in de multiplayer beschikbaar, hè, die we straks ook eens gaan spelen. Dat wordt best tof. Maar we gaan, ja, kijk, alles is hier eigenlijk niet toegelaten behalve de Unicorn MK2. En daarmee gaan we beginnen. Hop, daar gaan we. Ziezo. Het principe is gekend, voor mensen die Trials Fusion dus nog niet kennen, het speelt zich dus af eigenlijk in een zeg maar 2.5D ruimte, zoals die Assassin's Creed Chronicles China. Dus je hebt een 3D omgeving, maar de interactiviteit speelt zich eigenlijk in een tweedimensionale omgeving af. Zijn het dus dat je van links naar rechts moet racen en probeert dus door goed te balanceren en goed gebruik te maken van snelheid en timing, zo dus eigenlijk het parcours snel mogelijk af te maken. En ja, dit is echt, ik zeg het, een van die gekke scenario's in die laatste DLC, in die expansion. Want er gebeurt echt zoveel rare shit, ongelooflijk. Ik word gewoon van links naar rechts geworpt en nu in de ruimte met zo'n killer droid in de achtergrond. Wow. En draaien en dan proberen goed te landen. Het was niet nodig. Dit is echt een van die mindfucks, dat is ongelooflijk. Hier, dus nu maken we wel die loop. En nu achteruit en dan vooruit en loop, 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 loop. En dan recht in die tunnelschachten. Hup, die trein bijna op ons gezicht, ongelooflijk. Even concentratie jongens, het is nodig. Dat kan ik er nog even aan toevoegen. Daarnaast is het ook mogelijk van je rider, je bike rijk dus zelf ook te customizen. En er zijn dus een aantal bikes om uit te kiezen. Nou, deze is, kan je technisch gezien als een bike wel bekijken, maar ja, goed, het is eigenlijk dus een eenhoorn. Hoe je precies die eenhoorn verkrijgt als kat en zo, dat verklap ik natuurlijk niet. Dat wordt een beetje tot de spoilersectie en aan spoilers doen we niet mee. Dus voorzichtig landen. En gaan. Ik denk dat we vlak bij de finish nu eigenlijk zijn. Het is het einde van het level. Hup. En finish. Gouden medaille. Afhankelijk van hoeveel keer dat je herstart en binnen welke tijdsperiode je het afmaakt, krijg je dus een betere medaille. Medailles unlocken. Dus naar gelang ook in de main career, dus nieuwe levels. Je krijgt dan ook nog wat geld, je career money earned. En daarmee kan je dan dus gaan customizen. We gaan nog een leveltje doen. Welk leveltje gaan we doen? De boss battle wil ik natuurlijk graag verrassing houden. Terminal Velocity is wel ook heel fijn. Base Apollo. Laat ons Base Apollo nemen. Unicorn terugpakken. En we zijn terug vertrokken. Hopla. Dit is natuurlijk al op momenten iets uitdagender. Hop, crash hier al. Goed bezig. Opnieuw balans zoeken. Balans, balans. Och. Dat is ongelooflijk, want deze track heb ik eigenlijk zelfs helemaal gewoon met een gouden rating uitgespeeld. Soms is het echt kwestie van goed neer te komen, vooral. Want als je al slecht neerkomt en je crasht, dan is het al om zeep. Maar deze checkpoint had ik juist nog wel. Dus het heeft toch voor een beetje tijdsbesparing gezorgd. Naar boven. En over die droid. Crap. Oké, hier gaan we. Nog eens. Ik heb een checkpoint. De rest doet er niet toe.
Ongelooflijk dat ik dat nog heb gehaald. Die pijpleiding boven mij. Hup. Hup. En rechtdoor. En hopla. En... zo. En dan moeten we nu proberen van daarop te geraken. Dus een beetje achteruit, dan vooruit. Dat is het niet. Gewoon restart, jongens. Het is makkelijker op deze manier. De medaille heb ik toch al. Kijk, voilà. Finish. We gaan allemaal skippen. Up. Dit skippen we ook allemaal. Back to biker. En hier komt hij dan. Dit is echt wel een van de coolste dingen. Supercoole track. Gewoon doorheen de dampkring. In de atmosfeer. Duiken. We kunnen het ook nog een beetje switchen door achteruit te gaan. Om nog wat stunts eruit te halen. Maar je kan natuurlijk ook alleen maar de punten binnenrijven als je ook de landing goed uitvoert. Voilà, dat was perfect. Juist op tijd. Dat was slecht. Daar heb ik helemaal geen punten voor gekregen. Maar nu hebben we nog een tweede kans. Pole vault. En slecht neerkomen, ja. Dat is pijnlijk. We gaan dat nog eens proberen, jongens. Up. Launch. En flip. En flip. En... ik heb hem nog. Ongelooflijk. Ik heb hem. Goed. Results. 100.000. Iets meer dan 100.000. Ik weet niet wat mijn resultaat ervoor was, maar het zal iets gelijkaardig geweest zijn. En hier had ik al goud op. Dus voilà. Ziezo. Continue. We gaan even de multiplayer alsnog induiken. Track Central, daar kan je natuurlijk ook allemaal custom-made tracks van de community spelen. Het is dus ook mogelijk om hieruit te gaan en naar Create te gaan. En daar dan zelf eigenlijk alles te ontwerpen. Dat is een heel lang proces, heb ik al gemerkt. Want ja, er wordt heel veel trial and error natuurlijk aan toegepast. Waarbij je dus vaak de tracks zelf moet uittesten om te zien dat ze ook goed werken enzovoort. Je kan zelf dus een team eigenlijk aanmaken, zo van party zeg maar. Voor met vrienden af te spreken of als je gewoon met een community iets wilt maken. En dan zo wilt racen of afspreken. Rider natuurlijk, dat geeft optie om dingen te customizen. Uw bikes zijn dus die verschillende motorfietsen. En dan gaan we gewoon de multiplayer induiken, jongens. Dus het meeste is eigenlijk wel gekend. Nu gaan we online alsnog ons in de chaos gooien. Dus tot straks. Dames en heren, tegen 7 andere spelers, full party, multiplayer. Kijk eens, dat is echt de max, jongens. Ah! Oké, hier gaan we. Dus iedereen rijdt eigenlijk op zijn eigen track nu. En ja, de bedoeling is om dus gewoon als eerste over de finish te geraken en al de hindernissen eigenlijk te overwinnen. Momenteel doen we het goed. Heel goed zelfs. Doordraaien, Joachim, doordraaien. Shit. Oké. Ik denk dat ik het gejinxed heb door zo vroeg te jagen eigenlijk. Nu ben ik niet meer eerst en nu zie je wat er van gekomen is. Uh-oh. Kom aan, blijven gaan. Die eerste plaats zal er niet meer in zitten, vrees ik. Dus dan gaan we maar moeten settelen voor... een derde is intussen al. Gewoon die laatste. Yep. Juist nog tweedes. Oeh. Dat zal fotofinish geweest zijn, jongens. Juist. Bam, en dan komt de rest binnen. Die panda bike was misschien ook niet de beste optie, maar toch. En deze, die moet nog... dat komt niet goed. Die haalt zelfs de finishlijn gewoon niet meer. Dat is gewoon did not finish. Voilà, afgelopen ermee. Beetje XP. En dan gaan we direct over naar de volgende eigenlijk. Dus het zijn altijd een... het is een serie van races, van events, aan elkaar gereikt. En wie dat meeste punten op het einde heeft, wint. Dus hop, die aerial maneuvers, die ken ik. Dat is wel een leuke ook. Dat is een toffe. En dan terug de panda bike. De panda quad, zou ik eerder moeten zeggen. Want het is niet een motorfiets.
Het is een quad. Na dit race gaan we toch stil aan beginnen afsluiten. Van Trials Fusion hebben jullie denk ik wel een best goed beeld gekregen. Het is een spel dat je makkelijk opstart zo tussenin andere dingen. Het is zo'n tussendoortje. Het is niet een spel dat je uren aan een stuk... Enfin, je kan het eigenlijk wel uren aan een stuk spelen, maar het voelt aan als zoiets waarmee je heel makkelijk even kan ontspannen. En ja, voor de creatievelingen onder ons, mijzelf niet inbegrepen natuurlijk, want ik heb het geduld daar echt niet voor, kan je dus zelf je eigen tracks ontwerpen. En ik heb er al enkele gespeeld en er zitten toch wel knappe creaties tussen. Dingen die ook eigenlijk een beetje de goedkeuringstempel van Ubisoft krijgen. Zo van, kijk, dit zijn echt wel de crème de la crème, top of the bill. Oh, Leon, kun je dat nu niet halen? Hier. Voilà, dit was wel best kort. Maar goed om mee te eindigen. Trials Fusion Awesome Max Edition, vanaf nu verkrijgbaar. Als jullie nog vragen hebben, kan dat altijd volgens de reguliere kanalen. Op Facebook, Twitter enzovoort. En dan zie ik jullie heel graag in een volgende video, volgende Ubisoft Walkthrough, terug. Bye bye!